Mijn schoonvader had een ander oorlog gedaan. He. Hij was een ziekelijk meis. En hij lag in het ziekenhuis. En mijn schoonmoeder, de specialisten, zei dat meisje gaat er ook niet terugkomen. Nu ja, hij had vele maagbloedingen enzovoorts. En dat niet tussen was. Ze gaf zich een bouillon en een kloek eten en dit dat. En met dat niet toen ziek was en dat niet veel meer kon ze doen, zijn ze er altijd een nachtje van een jaar of 14 en 15. Ja, dus zolang al dat hoest hadden wat kon. Ja, dat was ook, de jongens waren er soms ook een keer moe. Vroeg op ze dan. Het was ook nog niet leuk nu. Ze bakten zeiden ze een dag niet. En schoonmoeder zei, maar we moeten een grote nacht doen. Maar kom ik hier niet toe. Hetgeen dat ik hier verkopen, Sint-Pieter, was kleiner. En het waren al drie bakkers. En we zaten weer toen nog een straatje in. En ze kochten ze naar Kojo toe. En ze leerden ze erin en ze begonnen ze tournee te doen. Ja, voor het kosten ook te raken en alleen en zo. En alleen jong, 16 was, moest ook iets uitscholen. Voor taten, dus. Hij had toen die tournee voortgedaan. Tot dan, ja, tot heel zijn leven niet. Als ze maar uitgebreid met de kerken. En ze kochten ze er toen, voor de oorlogen nog, kochten ze er een Chevrolet. Maar die Chevrolet, dat bestond toen niet, die steegewagens. Dat was toen, ze deden dat toen met de deuren expres maken, zodat ze kunnen opentrekken voor dat brood uit te halen. En maar nu dat we hier oorlogen en die nieuwe auto was nog, stond toen nog maar. Wat hebben ze er gedaan? Dus ik dacht, geen tijd bezig met de trap. Wat hebben ze er gedaan? Ze hebben dat koolkot, die kool er al uitgedaan, de cement uitgebroken, die wielen erin gestoken, en nog het wordt wat, maar ik weet niet meer juist wat. Hè. Daar al in gestoken, weer de cement erop en die kool erop. En ja, die toen, ja, die 42 van voet, ja, die toen van het wien, het was bot, voor wat de schoen had, en dat toen zo in derde. Zo gezegd naar die auto. En toen zei hij tegen de Duitsche dat die banden gepakt worden. Dat een, ja, ze gingen ze erin pakken, hé. Direct gingen ze maar, hé. En oh, ik kon dat zien, ja, echt er wat doen. Ja, maar we dat doen, we moesten we dat doen. De jongen was toen met een reporter hier best naar lopen. Ah ja, maar ik weet niet, ze hebben verlekers verhef gegeven aan die jongen. Of het een of het ander, ja, in elk geval. Maar we kunnen die auto woeden tot achter naar lopen. En we waren er weer niet tot erin. Had me dat zo afgast. Oh, weet je niet. Ik weet nog altijd. En de jongen zei altijd dat onze vader niet het wist. Of dat ze zijn schoonmoeder dat niet gezien had, of zijn zuster, ik weet het niet. Ja, zeiden ze dat toch moet niet werken. En ze dat toch s'nachts gedaan. Dat vrouw ook ging niet kunnen zwien zeggen. Dat kan ik nu ook niet zwien zeggen. Dat was nog een beetje een soort.